De Surinaamse Bankiersvereniging wil dat er minder met cash betaald wordt en meer gebruik gemaakt wordt van bankrekeningen en pinpassen. Daarom is ze vandaag gestart met de bewustwordings- en gedragsveranderingscampagne Ook ik heb een bankrekening. In een persbericht zegt de Bankiersvereniging dat Surinamers nog veel met contant geld betalen. Ook is het zo dat bijna de helft van de winkels geen mogelijkheden biedt om giraal te betalen. Verder is uit onderzoek gebleken dat 1 op de 3 Surinamers nog geen bankrekening heeft en dus niet giraal kan betalen. De groep die wel beschikt over een bankrekening maakt te weinig gebruik van het girale betalingsverkeer, dat een belangrijk onderdeel van het financiële systeem is en zorgt voor een groeiende, gezonde en stabiele economie. Suriname treft nu maatregelen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Dit is onderdeel van het National Risk Assessment van 2020, waar zowel Suriname als andere landen zich aan moeten houden. De eerste fase van Ook ik heb een bankrekening wordt in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, BNETS en Consumentenkring Suriname uitgevoerd. Met deze eerste fase van de campagne streeft de Surinaamse Bankiersvereniging ernaar de gemeenschap te stimuleren om over te gaan tot transparant bankieren. De campagne loopt tot en met eind december 2019. In deze campagne zal onder andere duidelijk worden dat bankieren voor elke Surinamer mogelijk is.